Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we een beetje bij het begin zijn we begonnen, hebben we geleerd over hoe dat een beetje de battle systeem werkt, hoe de equipment scherm werkt en wat sommige items doen en hoe Alexandria eruit ziet. En zijn we een slaaf geworden van een of andere ratkit met deze gozer hier, die nog steeds geen naam heeft. Alright, well, the play is going to start when we don't hurry. Dat zal vervelend zijn. Come on, get over here! Let me guess, you're afraid of heights, aren't you? It's okay, just pretend you're on the ground! Okay. Ah, geen probleem. Come on already! We're running out of time! Doei! Oké, ligt hier iets? Nee, oké. Ik vind het toch wel creepy. Ah, not again! Don't worry, it won't fall! Zeker weten? I guess it fell. No point in worrying now, right? You made it! Ik begin dat kind echt te haten. Nou, hier zit dus een vogelnestje. Daar hebben we weer 29 chill. Een beetje weer opgemaakt met wat die andere gast net van ons gejat heeft. Oh yeah, I almost forgot. I don't even know your name. Nou, het grappige is, ik heb dus zeg maar voor deze, de Black Mage, heb ik dus een hele speciale naam in gedachten gehad. Al de hele tijd. En dat heb ik gisteren niet verteld. Waar ben ik gemeen? Nee, niet Tox. De Towler van de Towler Gaming. So your name is Towler, huh? Kind of funny name. Hey, pas erop. Hij is een enorm goede YouTuber en een hele goede vriend van mij, dus pas erop, hè. Ik steek je in de fik. Of hij steekt je in de fik, want eigenlijk is het hij. My name's Buck. Pleased to meet ya. Ja. Ik weet zeker dat de Towler jou nou al eigenlijk een schub onder je reet wil geven. Maar goed, ik bemoei niet. Nou, dan gaan we eens even hier in deze huisjes kijken. Niks te vinden hier. Oké, dan gaan we hier wel even snel kijken. Ik bedoel, in het begin had hij echt hoogtevrezen. Nou, dat er eentje eigenlijk is gevallen, rent hij overal overheen. En van, boeit me eigenlijk niet. Nou, gratis geld voor hier te vinden. Op dit moment is 63 jail eigenlijk best wel handig om dat te hebben. Mailgeluidje in de achtergrond. Hartstikke gezellig. Laten we weer naar boven toe lopen. Kijken wat we daar nog hebben. Puck, die staat daar te wachten, maar dat boeit ons niet. Puck, dat boeit ons geen ene drol. Oh, de Puck staat daar. Ik wil eigenlijk eerst even daar kijken. Wacht even. Oké, dan gaan we eerst hier naartoe. Tegen hebben we ook nog een vogelnestje. Zie je daar? Kijk daar. Ja hoor. Hier, 92 Jill. Zo voor het oprapen. Word nog slapend rijk, man. Dus als je geld wil verzamelen, klim op daken. Nee, natuurlijk niet. Dat zo werkt dan niet in real life, als maar waar. Yeah, we're while I make it. And it is while we'll be inside the castle. Come on, let's go. Joepie! Nou, kunnen we toch nog die show kijken. Wat leuk. Oh, gaaf. In high quality. Jezus! Wil je dat nooit meer doen, spel? Oh, ik kreeg bijna een hartverzakking, man. Creepy smile. Sweet. Nee. Dat ziet er mooi uit. De vrouw krijgt er niet zoveel zin in. Waarom gaat dat blauwe gedrocht meestaan te dansen? Bleh. Creepy. Ladies and gentlemen. Boys and girls. Tonight's performance is a story that takes place long, long ago. Our heroine, Princess Cornelia, is turned over from her lover, Marcus.
She attempts to flee the castle, only to be captured by her father, King Leo. When our story begins, Marcus, having heard of this, crossed swords with the king. And now, your Royal Majesty Green Brain, your Highness Princess Garnet. Noble ladies and lords, on our rooftop viewers, Tantalus proudly presents, I Want to Be Your Canary. Barefit of father, Marcus, thou have lost thy love, this deck got snail, fortune has escaped thee, it's got snail, for what end shalt thou live? Deze deck got snail, out is calling is vervelend, for the sake of our friend, hou jullie je kop dicht en ga niet op automatisch! Hi! Oké, sorry. Wauw, mooie special effects. Jongens, ik had echt automatisch met, ja... Het is bijna niet voor te lezen, want het gaat zo snel. Dus lees even voor jezelf. Pauzeer het als je het wil lezen. Want het gaat veel te snel. Dat is eigenlijk best wel jammer. Hun zijn dus nou bezig met een toneelstukje. En hun zijn de gasten die dus net zeiden van... Kom, we gaan een prinsesje ontvoeren. Maar dat weten we nog niet, hè? Ja, dat weten we wel, maar dat mogen de anderen niet weten. Oké, dus we moeten nou een nep battle opzetten. Dus is het eigenlijk wel de bedoeling dat we vechten... maar ook een show ervan maken. Iets in die trend. Oké. Nou, als eerste wil je eigenlijk dus zeg maar die kasten aan de zijkant uitschakelen. Dat is het makkelijkste wat we nou kunnen doen. En SFX, dat zijn eigenlijk special effects die we zouden kunnen doen. Maar ja, die zullen we alleen maar op de koning doen. Want dat doet zeg maar geen schade. En ik weet niet waarom dat ze altijd iets tegen Cinna hebben. Maar Cinna die krijgt non-stop eigenlijk de hele tijd bijna doodervaringen. Arme Cinna. Oké, nou laten we even weer poli, even een beetje... Huppakee, hamertje erop. Poli! Dit moet eigenlijk een beetje, zeg maar, de magische effecten hebben die je dus, zeg maar, kent. Dus, maar dan komen we later nog op. Oké, dan hebben we je pyro. I'm a pyromaniac. Cinna gaat weer op zijn bek. Ik sla hem tegen zijn mel en dan doen we weer wel van pyromaniac. Oké. Oké, nou laten we nou maar... We hebben genoeg special effects gebruikt. Hoppakee, gewoon aanvallen. Zorg ervoor dat het afgelopen is. Want zoals jullie al zagen, Poli doet nul schade. En is alleen maar voor show. Dus, gewoon attack. Ik heb nog steeds hem trouwens niet op automatisch gezet dat hij gewoon doorloopt. Dat wil ik eigenlijk wel doen. Oh, we zijn al op het punt dat we dus zeg maar verder kunnen gaan. Thou hast not seen the last of me, oh Marcus. Oh, nou is het wel weer. Kom terug. Nee, nou weer niet. Nou weer wel. Out of the way, Blank. Consider this, AP. If Princess Schneider was to marry Princess Cornelia, peace would reign over both her kingdoms. This foolishness. If that was all to say, why none would suffer in this world? I guess. Ik bedoel, ik ben zeep, dus ja. Aha! Waho! Aha! Waho! Wee! Swing! Aha! Terugkomen, Blank! Blank! Blanket! Handdoek! Oh nee, wacht, dat was die andere. En guard! Expect no quarter from me. Geen kwartje van mij. Oké, dit moeten we dus eigenlijk zeg maar perfect doen. Dan krijgen we heel erg veel geld. Doen we het verkeerd, dan verdienen we minder geld. Dus ik ga heel eventjes concentreren. Dus enjoy the show! Wauw. Oh, verkeerde knopje. Ik moet het opnieuw doen. Oh. Zie je dat? Ik ging al gelijk op mijn backshin. Zoals Leroy dat zou zeggen. Oké. Okay. Het is eigenlijk best wel, zeg maar, je wil een goede ritme hebben en je wil dus geen fouten maken. Dat is eigenlijk praktisch wat je dus hier zou moeten doen. En ik maak nogal snel fouten, zoals ik dus net liet zien. Nou, natuurlijk worden de mikknoppen gebruikt, dus dat wordt nogal... ik druk nou op driehoekje, helemaal fout. Oh. Dus laat ik even dadelijk even proberen om dit helemaal goed te doen en dan zullen we dus zeg maar zien. Dit is eigenlijk een beetje de basics wat we moeten doen, dus... En nou doe ik het mijn audio commentaar, dus druk ik heel erg snel op het verkeerde knopje, wat eigenlijk niet echt gunstig is voor mezelf.
Want ja, omdat we dus twee fouten hebben gemaakt, zullen we dus zien zeg maar, dat er maar 65 mensen geïmpressed waren. En dat Queen Brain, wie dat ook mag zijn, ik denk dat dat de blauwe olifant is, niet impressed is. En die moet dus wel impressed zijn. Dus ik probeer het nog een keer. Oké, ik heb nou geen enkele fout gemaakt, dus nou moet ik het echt goed hebben gedaan. 95. En Queen Brain was quite impressed. Nou, volgens mij als je het misschien iets sneller zou doen, dat je dan zeg maar 100% zou gaan krijgen. Maar ik deed het zo snel als mogelijk is, dus ik ben hier tevreden over. Dus nee, we gaan niet nog een keer met die scène. 868 geo krijgen we ervoor. Volgens mij is het max 1000. Maar dat boeit niet echt zo erg veel. Dus. Poef, paf, au, oei, de pijn. Oei, oei, ah, ting, ting. Ha, 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 ha. Finish changing his AP. Yeah, but this helmet, it kind of smells. What are you talking about? My helmet totally reeks. My armor's way too big. And my back's really itchy. And these boots are wet. My gloves are all slimy. Cookie crumbs. Okay, ik snap het al. Hou nou maar je kop. You still have the package, right? Don't worry, I won't screw up. Daar maak ik me juist zorgen over. Alright, first, I'll go pour some sleep potion into Garnet's teacup. And I have a special something for the lovely queen. They're sleeping so soundly. Dus we zitten nou in het kasteel en we hebben nou weer de controle over Zepi. Om het dus even wat makkelijker te maken. According to recon, the royal seat should be right above these stairs. Oké, snap ik. Gaat goed komen. Uh-oh. The scene where Marcus sneaks into Cornelius' chamber is about to start. Let's get this over with before the final, okay? Okay. Nou wel de finale. We zijn pas in aflevering 2, man. Hoi. Je bent raar gekleed. Would you please let me pass? Ik denk het niet. Laat eens even kijken. Is there something on my face? Ja, nou, het probleem is, weet je wel, kijk. Misschien ben jij degene waar ik wel mijn hele leven voor aan het wachten ben, weet je wel. Excuse me, you were waiting for me? Ja, ik heb lopen dromen. Ik heb lopen dromen voor een meeting waar echt sinds wanneer ik geboren was heb ik op jou zitten wachten. Do you mock me? Nee, natuurlijk niet. Then, I'll still take my leave of you. Nee, wacht nou eventjes. Even geduld. Hebben wij ons elkaar niet eerder ontmoet? Ik bedoel, ik praat hartstikke Nederlands. Ik vind het knap dat jij mij kan verstaan, maar dat boeit me niet. No, I don't know you. Nou, ik geloof dat niet, hoor. Ik weet zeker, misschien dat je gelijk hebt, maar ik weet zeker dat als iemand zo knap gekleed is als jij, dat ik je nooit weg zal laten lopen. Hé, hey, je zal toch niet trouwens... Hey, what's going on, JP? Hi. I must go. Ah, man. Sukkel. Dat was de prinses. Ik probeerde de basic te houden. Bami hop. We are in trouble we are in. This is terrible. Our heads Queen Brain will have. We must hurry and hurry we must. Ja, de twee clowns hoor. Zoveel nieuwe karakters die je in één keer tegenkomt. We are in trouble we are in. Och, wat een ramp. The right way, that is not. I know it's not the right way. Really, do you? I really do. Wonder I sometimes do. Yeah. Now it's not time to wonder. We must hurry to Queen Brain. Blauwe olifant, denk ik. Tenminste, ik denk echt dat dat de blauwe olifant is. That's not the right way. Not the right way, I know. Oh, serieus. Get on with it. Oh, mijn god. Irritante clowntjes. Niet nodig in het begin van het spel. Your Majesty! See the Queen, we must! Her Majesty is busy. Come back later. Is it an emergency? An emergency it is! A veritable emergency, terribly urgency! Very well, I see what I can do. Ja, jullie zijn heel erg dankbaar. Curse that Beatrix, always trying to one-up me. So what exactly is the problem? Her Royal Highness, Princess Garnet, is in danger! I see. Wait right here. Spannend hoor. No interruptions! Can't you see I'm watching the show? Your Majesty, I'm afraid Princess Garnet has... Ah, yes! She did leave a seat a while ago. Your Majesty,
It seems that Princess Garnet has run off with the royal pendant. Well, of all the... What could she be thinking? General Beatrix, Your Majesty. And Captain... whatever. Ja, dit is een van de speelbare karakters. En deze, aangezien dat het The Knight is en dus zeg maar heel erg gericht is op de law, oftewel de wet, heb ik voor deze besloten om met de naam te gaan... Leroy G. Objection! Dus, ja, die hoort natuurlijk er ook helemaal bij. Ik denk dat ik gewoon Leroy punt... Ja, gewoon zo, Leroy G. Zo, Leroy G. Want zo kennen we hem, hè? Leroy G. Okay. Confirm. Captain Leroy G. Yes, Your Majesty. Go find Garnet! Yes, my queen. At once, Your Majesty. Woof. Nou, dus we hebben nou al 3 mensen van de... Mag ik niet zeggen hoeveel. Dus we spelen nu even als Leroy. Knights of Pluto! Assemble! Zo klinkt Leroy absoluut niet. Ik krijg nou echt... Waar is iedereen? Objection? Ja. Captain, sir. All present and accounted for, sir. Waar hebben jullie het over? Er zijn nog maar 2 van jullie. Waar zijn die andere 6? Ik denk dat ik gewoon de meeste audiocommentaar gewoon in Nederlands ga doen. Ook gewoon die teksten zo. Oh, jullie waardeloze gehaktballen, frikandellen en zakken patat. Ik heb orders van de koningin. Kleed je aan en zoek de prinses, verdorie. Objection. Ja, ik denk dat ik gewoon... Dat wordt mijn challenge. Ik ga gewoon Nederlands voice acten. Alles wat in het Engels gaat geschreven, ga ik proberen te vertalen in het Nederlands. Als jullie daar problemen mee hebben, laat het weten in de reacties. Maar ik denk dat het leuk gaat worden. Dus laat het weten. Moet ik alle teksten in het Nederlands doen? Laat het weten in de reacties. Dit zou ook de laatste aflevering zijn die ik dan voor deze opnamesessie doe. Dan weet ik wat jullie willen. Dus in deze aflevering doe ik nog even verder. Kijken wat er gaat gebeuren. Gaat het gewoon proberen. Nieuwe stap, nieuwe kansen. Nieuw game, nieuwe series. Hallo, 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 hallo. Ik ben een shiny knight en samen met mijn vriendjes kun je me altijd bij de touwen vinden. Wij spelen Mario. Oké, ik ga wel verder. Sorry. Oké, wat hebben we hier? Oh, dit is de plek waar. Zo, ja, ik dacht, ja, dat dacht ik echt, dus, oh, echt waar, ik dacht je daar. Ja, je hebt altijd het laatste nieuws, hè, altijd, hè. Hé, hey, ik dacht dat ik jullie had gevraagd om eventjes te zoeken naar de prinses. Wat doen jullie hier? Oh, kapitein. Hé, hey, wist je dat Waiar, die heeft een vriendin bij Barbara, hè, weet je wel leuk. Ik heb jullie verteld te zoeken naar de prinses. Stelletje kroketten. Ik denk dat Leroy een beetje de rol gaat krijgen van de bron als ik dat zo hoor. Hey Mosh, we hebben een brief voor jou. Francupo naar Mosh. Er was een klein kind die was aan een touwtje springen 90 keer achter elkaar. Het was geweldig. Hoe doet hij dat? Ik bedoel serieus, kan Mosh ook 90 keer? Echt, mijn record is maar 30. Hey, dat is eigenlijk interactief op wat we net gedaan hebben. Dat is echt knap! Nou, geweldig. Oké, doei! Nou, trouwens, wil jij ook nog een brief? Ja, ik heb je net mail gegeven, kneus. Zoek het uit. Hoeveel minuten zitten we al in deze aflevering? 18. Ah, dan kunnen we nog wel even doorzoeken. Dus ga je ook eens even mee zoeken. Iemand was hier met een witte hoed. Oké, nou, dat is al wat boeiende informatie. Ja, dat is dezelfde informatie. Wat ben jij aan het doen? Ga jij daar zoeken? Ik zoek wel buiten. Ah, drommels, 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 drommels. Oké, nou, wat? Ah, het spel... het toneelstuk is een hit. Nou, dat is wel mooi. Maar als we falen en de prinses bijvoorbeeld... En dan... Oh, de koningin die zal dat niet vrolijk vinden. Oh, objection. Ik moet zo snel mogelijk naar Beatrix. We moeten winnen. Ik moet snel zijn. Ja, laten we dat maar zo doen, denk ik. Dus... Jongens, zijn jullie aan het zoeken? Hé, hey, laten we naar Treno gaan. Gewoon, jij en ik, samen. Laat me erover nadenken. Jullie daar. Willen jullie daar alsjeblieft mee kappen? Zoek naar de prinses! Ja meneer, meteen meneer. Doei. Oké, jij ook. Ja, je wordt heel vaak uitgevraagd. Zoek naar de prinsessen. Prinses, weet ik wel. Goed. Waar zit die snol? Ik bedoel, we hebben net gezien bij mijn karakter, Zepi, tot ze dus zeg maar naar beneden liep. En daar zijn we nou ook lopen. Is ze dan de toren ingegaan of zo?
Ik moet wel zeggen, kudos voor Leroy. Ik bedoel, hij heeft zwaar armor en hij klimt gewoon naar boven toe alsof dat niks is. Hallo. Ik ben zo moe. Oh. Captain Leroy, ben jij deze toren ook voor oefening aan het klimmen of zo? Nee. Ik ben op zoek naar de prinses. Is de prinses hier op de top of is ze daar niet? Ik wil eigenlijk wel de top bereiken, maar op mijn leeftijd... ik ben heel erg kortademig. Ach, arme jij. Waardeloos, echt. Leroy, ik heb meelijden. Waarmee moet jij werken? Serieus. Ach ja. Wij zijn al aan de top, want wij zijn awesome. Of ja, Leroy is in dit geval awesome. Dus, Ik ben moe. Ja. Ik moet doorzetten. De prinses moet gevonden worden. Objection? Hé, kijk, dat ben ik. Veel boeiender als Leroy. Oh, Kijk, daar! Het is de prinses! En het wordt achtervolgd door een of andere rare maf! Vrees niet, prinses! Jouw ridder komt eraan! Met een banaan. Hoi! Dus, hoe gaat ie? Alles kit? Smile. Wat doe je nou?! Oh, rustig aan, Leroy. Rustig. Oh, jij denkt zo van mij af te komen, hè? Ik doe gewoon hetzelfde. Tatatatatas. Leroy, niet echt even achteraan te komen. Oeps, ik heb fout. Bam. Leroy, met zware armor lukt dat niet zo goed. Dat had je moeten weten. Objection? Oké. Ik heb hier heel veel plezier in, dat kan ik jullie nou vertellen. Waar is de prinses heen gegaan? Auw! De pijn! Juist. Dan moet ik even heel goed luisteren, ik ben er nou echt helemaal klaar mee. Oh, wat een... Hé, hey, kun je een beetje uitkijken? Echt, serieus? Wat ben je, denk je waar je mee bezig bent? Op zijn minst kon je wel zeggen dat je speet. Ik was nogal haastig, weet je. En hier ben ik bezig. Proberen een grote intree te maken voor mijn toneelstuk. Ja. Dus, hoi. Hé, hey, Zeepie. Heb jij gezien hoe dat ze me omver liep? Echt serieus, deze cowgirl is echt wilder dan wat dan ook. Hé, laat me gewoon even met haar praten, Ruby. Even aan de kant. Wat zeg je daar? Heb ik echt dat goed gehoord? Ruby, we laten echt serieus. Ga nou eens aan de kant, want dat mensen ontsnapt en ik heb dat de mensen aan. Wie is Ruby? Nou, eindelijk. Je bent eindelijk bij je gedachten gekomen, hè? Oh, hij moest echt improviseren, maar hey, we hebben er. Werk jij op dit theaterschip? Ah, ze heeft het door. Shit. As you have no doubt suspected... Oh, ik begin automatisch Engels. Zoals jullie al waarschijnlijk doorhebben, de waarheid is... ik ben eigenlijk... De prinses Garnet, heel Alexandrias... opvolger van de troon van Alexandria. Ik heb eigenlijk een... ik wil je eigenlijk vragen om een verzoekje. Ik wil graag ontvoerd worden. Nu meteen. Wat? Prinses, waar ben je? Oh, alsjeblieft. Ze komen voor me. Ah, dus dat is wat er aan de hand is. Oké, nou laat dat maar aan mij over. Ik regel het wel. Oh, dankjewel. Je hebt mijn bedankjes. Mijn dankjes, mijn likejes. Oké dan, uw hoogheid. Ik zal hierbij zeggen dat ik mijn best zal doen om jou te ontvoeren. Denk ik. Wat zijn jullie aan het doen? Kom op, deze kant op. Hé, hey, geen zorgen, prinses. Hij hoort bij mij, dat is Sinner. Dus hij gaat altijd dood. Oh, echt? Ja, echt. Dus, sorry. Oh, sorry. Je hebt hem laten schrikken. Ja, nou, met zo'n gezicht zou ik ook eigenlijk behoorlijk schrikken. Hé, hey, dat doet pijn, man. Serieus. Ik was me elke ochtend, weet je wel. Prinses. Oh, kom op. Snel deze kant op. Oh, dit wordt echt zwaar, joh. Ja. Oh, ik ben blij dat ik drink bij me.
Oké, we zullen jou volgen. Nou, ja, kom, hop, die kant op, denk ik. In het begin is dat moeilijk, joh, want dan heb je heel veel cutscenes. Prinses? Prinses? Objection? Prinses? Prinses? Prins 7? Prinses? Prinses? Waar was jij? Sorry, het spijt me, meneer. Sorry. Prinses? Ja, dat roep je al de hele tijd. Dat is irritant. Hé, hey, Sinna, dit is een doodlopend eind. Niet slim. Ik dacht wat dat dit zou gebeuren. Open! Sesame, oftewel sesam open nu. Dus ik heb hier eigenlijk een escape luikje neergezet. Kunnen we ontsnappen? Prinses! Kom op, vrienden binnen. Oké, iedereen, voilà, squadla, voilà. De prinses moet hier beneden zijn. Ik heb al eerst... Oh, god, nee. Hé, hey, wat denk je waar je mee bezig bent? Kapitein, het spijt me, maar ik zit vast. Oh, tommeling, uilskuiken, frikandel, bamihap, kroket! Hij trapt het erin. Wat zijn jullie mee bezig? Ik snap het niet. Dat is vermoeiend, jongens. Wauw. Bent behoorlijk, ja, bent behoorlijk goed in het atletisch ben je. Dus ik denk dat ik verliefd op je word. Och, dit is niks. Ik heb al mijn hele leven lopen te trainen en eigenlijk ontsnappen uit het kasteel, dus ja. Ah, wat zonde. Als je alleen maar geen prinses was. We hebben geen tijd voor dit soort gezeik. Kom op, laten we doorgaan. Serieus? Het is voorgeschreven, hè? Dus ik kan er niks aan doen. Oké, nou, hier hebben we dus zeg maar een beetje een secret to everybody wat we hier kunnen doen. En oh mijn god, ik wil echt opslaan. Oh, wacht, dan moeten we hier boven doen. Ik ga nog terug. Goed zo. Je hebt hier namelijk een wiel en als je die dus zeg maar eventjes naar links draait, dan gaat de motor dus een stuk langzamer lopen. En dan wordt Sinna boos over, want dan rekken we de motor. Maar dan komt er een kistje gevallen. Want hij zegt hier ook al van als je dat omlaag gooit, dan ja, gaat het schip kapot. Dus dat willen we absoluut niet. Dus zetten we hem weer terug. Maar als we hem dus naar de andere kant, dan voeren we de power toe. En door die shockwave die dan komt, komt er ook weer een kistje uit de lucht vallen. Altijd handig om dat te weten. Hey! Ja. Ik zet het wel weer terug. Maar zoals je ziet is er dus nou een tweede kistje gevallen die er net achter is gevallen. En daar ben ik heel blij mee, want ik hou van kistjes. Kistjes is meer items. En ik hou van items. Items zijn mijn favoriete dingetjes. Vooral in dit soort spellen. Waar hebben we? Phoenix Town! Heb ik ontstaan. En dan hierachter. En een Phoenix Finion. Die verkocht kan worden voor heel veel geld. Want daar hebben we er al eentje van. Maar goed, dat komt alleen maar goed. Laten we hier naar binnen toe gaan. Oh, hoi Leroy. Haha. Prinses, ik, Leroy G, ben hier gekomen om jou te redden. Maak je geen zorgen, uw hoogheid. Goed werk. Dit zal ons... Echt, dit wordt bekend als de dag van de Pluto Nights. Echt het geweldigste uur, blablabla. Ontspan, prinses. We krijgen hier wel uit. Wat? Jij bent niet een van mijn ridders. Weet je wat? Jij kunt... De prinses aan ons achterlaten. Battletijd. Oh, dit is echt lastig, joh. De voice. Gelukkig is het alleen in het begin heel erg veel. Dus mocht je een beetje moe worden van de cutscene, sorry, het is alleen maar in het begin. Mijn excuses nogmaals. Maar daar wordt wel gefixt. Oké, nou deze... Hoe durven jullie de prinses over te halen? Blablabla. Goed. Wat je dus wil doen is je wil zoveel mogelijk stelen in het begin tot hij geen items meer heeft. Want hij heeft geweldige items alvast, omdat het is namelijk een boss. Oké, we hebben de twee items gestolen. Hij heeft niks meer. Tijd in de aanval. Sinna heeft bijna geen HP meer. Sinna krijgt de eerste klap. Sinna ligt neer. Scheid aan Sinna. Leroy, het spijt me, maar je bent een goede vriend van mij. Later wordt het een goede persoon, hoor. Spoilers, maar... Je bent een goede vriend van mij, maar nu ben je echt een pain in de neus. En je smit mijn boter. Ik geef niet op. Nee. Ik haat ook Lops. Nee, die stomme steeninsecten, nee! Objection! Ja, Leroy's gimmick wordt dus tot heel vaak objection wordt gezegd.
Ah nee, ik haat ook klopt. Nee, niet doen. Nee, nee. Oké, dit is onze kans. Wegwezen hier. Hup, 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 hup. Vanavond zal ik eventjes laten zien. Oh, wacht, je had de piraatstem. Arr, vanavond zal ik eindelijk mijn dochter Cornelia, bla bla bla, Prins Snyder, iets met Prins Snyder. En een Prins Snyder en zijn koninkrijk zal voor mij zijn. Uw hoogheid, we hebben deze inringer gevangen. Leuk. Ach, arme, arme Marcus. Ach, maakt niet uit hoeveel dat jij van Cornelia houdt. Het maakt niet uit hoeveel zij wel dacht dat jij van haar zou houden. Nooit zal ik je haar laten trouwen met zo'n sukkel als jij. Wanneer de klok 3 keer slaagt, ga jij onder de bel, zijt gij. Blij, blij, hei, hei, hei. Iets in die trend, weet ik veel. Wat nou? Oh, ik heb geen idee. We kunnen hier niet verder. Wacht eventjes. Ik heb een idee. Zeepie, nummer 2, nu. Oké, prinses, deze kant op. Hup, hup, snel. Tempo. Stoppen. Objection. Ik pak nummer 1. Waarom moet hij ons achterna? Ik zeg, dit wordt een overdrive. Dit wordt improviseren. Jongens, ik kan hier niet knippen. Ja, gewoon improviseren, jongens. Ik kan hier niet knippen. Wat is al dit? Ja, dan... Leroy, even je kop houden. We zitten al op 31 minuten. Cornelia. Marcus is Cornelia's lieve. Oh, kom op, schiet op. Oh, Marcus. Ja, geweldig. Je doet het geweldig. Goed. Nou, je hebt drama gedaan. Ja, boeit niet. Hup, doorgaan. Oké, jongens, gewoon doorgaan. Brian is nog steeds aan het kijken. Ik moet nu de spel opslaan. Gewoon, hup, schiet op, ja? Goed zo. Nou, hup, tempo. Oh, Marcus. Ik heb je zo gemist. Ik wil nooit meer dat je mij verlaat. Oh, alsjeblieft. Bevrijd me van deze plaats. Zie je nou, King Leo? Echt serieus. Geef dan gewoon even je blessing van hup. Oké, jullie mogen trouwen. Hartstikke blij, hartstikke leuk. Kunnen wij ook weer verder. Nooit! Nooit zal ik het zijn. Nooit! Jij is mafkees. Ik zal het niet toestaan. Cornelia zal niemand anders trouwen dan deze man hier. Prins Snyder. Is dat niet zo, Prins Snyder? Ik trouw met de prinses. Objection? Hai, en deze verrader en zijn team zullen we doodmaken. Pauw, poef. Er zijn te veel. Laten we wegrennen. Mami. Oh, mijn dochter. Alsjeblieft, kom naar huis, naar het kasteel met mij. Nee, papa. Nee. Ik kan niet terugkeren. Cornelia, echt serieus, nou ben ik het zat meekomen. Deze trouwerij, die gaat alleen maar met Snyder. En houd daar nou eens rekening mee, ik ben het beu. Niet als ik het kan helpen. Wie ben ik hij? Weet ik veel. Nou, mijn moment of vengeance, bla 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 bla. Moeten we weer een battle doen? Ik zal je neerhalen! Foutje. Oeps. Nee! Jawel. Marcus, vergeef me. Ik hou nog steeds van papa. Cornelia, prinses, nee, nee, oh, nee, ah, boe, hoe, hoe. Toneel, jongens, we moeten nog steeds die blauwe olifant bezighouden, want die denkt nog steeds dat dit allemaal bij de play hoort, dus, ja. En daar gaat Marcus, fake death, want het is allemaal toneel. Oh, 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 oh mijn god, dit jaar is geweldig, ja, oh. Waarom moest het dood, waarom? Nou, waar is eigenlijk mijn dochter? Waar is Garnet? Wat een show, man. Ja, zo treurig. Ik ben blij dat we hier eigenlijk overheen zijn geklommen. Wat denk jij, huh? Oh, kijk uit! Hey, jullie hebben geen toekomstkantje terugkomen. Oh, sukkel, ik ben niet weg. Hé, hey, je laat Towelen niet alleen, hoor. Het lef van die gasten. Ik denk dat ik er 2 parten van moet gaan maken, jongens. Dus, ik denk dat ik hem hier even... Kan ik hier een pauze drukken? Ja, ik moet hier 2 parten van maken, want we zitten al op 34 minuten. En het duurt nog wel heel eventjes, want we krijgen nog een langere cutscene. Dus hiermee gaan we verder morgen in de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy. Dan gaat het verhaal dus echt beginnen.
Dat beloof ik jullie, dus ik moet nog één aflevering gaan doen. Dus ik doe nog één aflevering in Nederlandse voice acting. Vinden jullie dat leuk? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, willen jullie dat ik gewoon de Engelse tekst oplees? Dan doe ik het gewoon de Engelse tekst oplezen. Laat het zeker weten. Ik hou er rekening mee. Morgen doe ik het dus nog één keer zeg maar in deze opnamesessie. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. En met dat hoop ik dat jullie deze aflevering ook heel erg leuk vonden. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play. Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. Jullie zijn awesome. Bedankt voor jullie support. En tot dan. Doei!